Hoi allemaal, ik ben Milou en welkom terug op mijn kanaal. Of welkom op mijn kanaal als je hier voor de eerste keer bent. Ik heb vandaag wat anders. Ik heb hier mijn Travelers Notebook van Webster's Pages liggen in de kleur mint. En ik heb een serie op mijn YouTube waarin ik documenteer in mijn Travelers Notebook. En dan krijg ik best wel wat vragen over wat voor boekje ik nu eigenlijk gebruik. En daarom dacht ik, laat ik jullie gewoon eventjes de binnenkant van mijn Travelers Notebook zien. En wel op een korte manier. Ik ga niet uitgebreid erop in. Maar ja, voornamelijk om jullie gewoon antwoord te geven op die vraag. En hopelijk meteen voor andere mensen alvast antwoord te geven op die vraag. Die nog geen reactie hebben. Ja. Dit is de binnenkant van mijn Travelers Notebook. Dit eerste boekje wat erin zit, heb ik op Ali gekocht. En ik heb zelf, het was een craft boekje zeg maar. En ik heb hem zelf met inkt bewerkt. Zodat hij er iets gezelliger uit kan te zien, vond ik. Dit is mijn agenda trouwens. En momenteel heb ik niet zo'n heel druk leven. Maar ik heb mijn agenda dus ook in mijn Travelers Notebook zitten. Dan heb ik twee boekjes van Webster's Pages zelf. Eentje is een grid. En die ander is een lijntjespapier. Wat ik daarvan vind. Ik vind de grid persoonlijk fijner dan het lijntjespapier. Ik schrijf niet zo groot. En ik vind dat ik erg weinig kwijt kan in een boekje met alleen maar lijntjes. En hier kan ik veel meer kwijt. En ook werk ik. Momenteel staat hij een beetje stil. Maar werk ik met een trekker. Zoals je ziet ben ik halverwege maart gestopt. Maar ja, dat soort dingen vind ik makkelijker om vast te leggen in mijn op gridpapier, zeg maar. Hier heb ik lijsten en dit zijn zeg maar verjaardagen. Nou ja, hij is nog niet zo heel ver ingevuld. Mijn bucketlist, series die ik kijk. Wat nog, nou ja, aantal dingen te doen voordat ik 30 word. Een wenslijst. Dat soort dingen heb ik hierin staan. En dan heb ik achterin mijn... sorry, ik zal ze niet laten zien. Mijn... hoe heet dat? Adresboek. Wat ik vind, dit papier is stevig. Heel stevig. Je kan ook zien, denk ik, dat het heel dik is. Of horen in ieder geval. Maar er zitten ook niet zo heel veel pagina's in een boekje. Dus ik zou deze zelf niet zo snel gebruiken als documenting boekje. Ik heb zelf een insert gemaakt. En hier heb ik een boekje, die kreeg je erbij. En dit is blanco papier. Maar hij is een beetje gelig. Het is niet heel dik papier. Ook niet al het pen vindt het leuk om erop te schrijven, heb ik gemerkt. Maar ja, dit is voornamelijk mijn notitieboekje waarin ik al mijn gedachten, dus al mijn dingen die ik moet onthouden, gewoon in pleur, wou ik zeggen, in opschrijf. Ja, dus ik weet eerlijk gezegd niet hoe deze is als, als documenting pagina. Ligt er natuurlijk ook aan of je mixed media wil gebruiken, ja of nee. Ik vind dat wel heel leuk, dus mijn papier moet er ook tegen kunnen. Wat ik het nadeel vind van dit boekje is dat het papier een beetje kremmig is. En dan komen we tot het laatste boekje waar ik dus in werk. Ja, deze. Die is van My Mind's Eye. En zoals je ziet en zoals ik heel veel gewaarschuwd ook heb, hij is echt een heel stuk kleiner dan de boekjes die in de standaard Travelers Notebook horen. Kijk, hier kun je het zien. Je mist echt aan de bovenkant en aan de zijkant best wel een stukje. Ik heb hem daardoor ook niet met een elastiek vastzitten. Ik heb hem hier gewoon in het laatste vak met de kaft zo erin geschoven. Ik vind dat nu niet storend. Ook als je ziet, als ik hem dicht doe, het past perfect met mijn pen daarnaast. En ja, je hebt wat ruimte hierover. Of aan de bovenkant of onderkant of nou ja, allebei. Maar ik had ze gekocht. En omdat ik het wel heel fijn papier vind om op te werken, heb ik besloten om er wel mee verder te gaan. Maar ja, als ik er doorheen ben, zou ik deze niet zo snel nog een keertje kiezen. Omdat het gewoon echt wel een heel stuk kleiner is
dan de rest van mijn Travelers Notebook. Ik zal even die aan de kant doen. Hier is het boekje van My Mind's Eye. Zoals je ziet is het papier wel, en dat kunnen jullie in mijn video's ook zien. Het papier is wel echt dik. Een stuk minder dik dan hetgene van Webster Pages. Maar wel weer een stukje dikker dan het papier wat ik van Ali vandaan heb. Mijn agenda, zeg maar. En het papier wat je er standaard bij krijgt bij de Travelers Notebook. En ik vind het gewoon heel fijn dat het papier echt spierwit is. Ook kan je zien dat er best wel een dik boekje is. Het zijn best wel wat pagina's. Dus ook daarmee vind ik hem in de vergelijking zelf fijner dan Webster's Pages. Ja, zoals ik zeg, hij is dus een stuk kleiner. Dat is echt mijn enige minpunt. Verder vind ik het heel fijn. Hij komt per 3 in een verpakking. Hele leuke covers. Ik vind deze ook geweldig. De bloemen en het goud wat erop zit. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. De laatste is wat saaier, maar hij is nog steeds leuk. En je kan hem natuurlijk zelf ook beter maken. Maar dit is voornamelijk mijn antwoord op de vraag van, hey, welk boekje gebruik jij voor documenteren in je Travelers Notebook? En raad je hem aan? Ja, qua papier ja, qua maat nee. Eigenlijk niet. Dat is wat ik erover kan vertellen. Maar ja, als je niet met een Travelers Notebook werkt, tenminste, als je het echt voor boekjes doet, ja, het is je keuze, zeg maar, wat je daarin wil. Ik vind hem zo heel fijn en ik ga ze zeker alle 3 opmaken. Zoals je ziet heb ik hier mijn foto's ook al uitgeprint in zitten, zodat ik er altijd mee aan de slag kan. En op deze manier werkt het voor mij nu goed. Dus dat, ja, ik hoop dat het jullie vraag beantwoord heeft. En dat, ja, voor mensen die de vraag nog niet hadden, of niet hadden gesteld, maar wel bedachten, hoop ik ook dat jullie er wat wijzer uit zijn geworden. En wil je wat weten, vraag het me gerust. Ja, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!